Welkom in het digitale klasje. Een beetje Gens in 7 lesjes. Eerste les. Eerst een inleidende toespraak. Beste student Gens. In zijn voorwoord van het Gens woordenboek schrijft Lodewijk Lieve Vrouw Koopman dat er draadsoorten Gens zijn. Het burgergens, dat ik hier gebruik, om het u niet te moeilijk te maken, is een beschaafder soort gens. Er is het platgens, maar dat is van vroeger en dat is uitgestorven. En het fabriekgens, daar is het soort gens dat mijn grootmoeder sprak, Zabas van de Brugse Puurte. Sommigen zouden zeggen dat dat het zuiver gens is. Maar in feite, het gens, dat bestaat niet. Het burgergens is geen tweederangsgens. Maar burgergens, fabriekgens, je zou zelfs kunnen zeggen dat er evenveel soorten gens zijn als dat er Gentenaars zijn. En dus dat allemaal niet zo nauw steekt. Dat komt omdat er hier conventioneel overeengekomen geschreven gens is. Nog in woordenschat, nog in uitspraak. Dat is een beetje gelijk met Chinees. Het Chinees schrift heeft geen letters. Elk Chinees tieke is een woord. Al de Chinezen, van Hongkong tot Mongolië, gebruiken dezelfde geschreven tekens. Maar spreken dat verschillend uit. Andere dialecten en zelfs andere taal. Gelijk dat Kantonees en Mandarijn geheel verschillende talen zijn. Maar dezelfde tekens. Ik heb inderdaad nog Chinees geleerd. Ik heb een keer mijn kennis proberen testen in een Chinees restaurant hier in Gent. Maar dat werkte niet, hè. Ik denk pas dat ik Mandarijn-Chinees sprak en die Chinese madame die ons bediende, Kantonees-Chinees. Ik kende hier zinnetje, hè. Wo yo tu, wo yo tola. Maar ze verstond het niet. Het was nog best, want in feite zei ik, ik heb iets te doen en ik ga nu weg. En ons eten moest nog komen. En als je nu zegt, schuurvertaalselke, maar wanneer gaat de les beginnen? Kan ik u zeggen dat ze al heel de tijd bezig is. Ik heb je al laten gewoon worden aan de Gaanse klanken. In een beetje gekuist Gaans. Maar nu gaan we toch wat spraakkunst doen. Eerste deel. Spraakkunst. De persoonlijke voornaamwoorden in het fabrieksgens. In het gens wordt ik, ikke. Gij wordt ga. Hij wordt a. Zij wordt za. Wij wordt wa of wilder. Gij of jullie wordt gulder. En zij wordt ze of zulder. Repetitie. Ik zeg het en toen ga als je de kikker huurt. Eken. Gij eken. Nog een keer. Eken. Ga. A. Za. Wa. Wilder.
Gulder. Za. Zulder. Kijk, graag wat al dat je wilt leren, hiermee wordt er begost. De persoonlijke voornaamwoorden. Ik zal het in het kort herhalen. Eke, dat is eke. En ga, dat is de ga. A is geen za, en za is geen a. Wa, dat zijn mijn wilder. En gulder, dat is zonder ma. En za, dat zijn zulder. Voilà. Dat was rap. Op de nik en de ga, de persoonlijke voornaamwoorden overliep. Nu de persoonlijke voornaamwoorden, maar als leidend of als meewerkend voorwerp. Ik heb een hoed, hij is van mij, hij is van ma. En je mag niet zeggen, het is van ik, want dat is kortruikse. Gij hebt een muts, ze is van u, ze is van u. Hij heeft een bolhoed, hij is van hem. Hij is van hem. Van hem. Wij hebben een hoge hoed. Hij is van ons, die de chapeau beuze. Jullie hebben een fes. Hij is van Ulder. En Gulder zag gelijk naar Egypte geweest. Hè? Het was niet Istanbul. Want Atatürk heeft de fes verbood. Zij hebben een mijter. Hij is van Ulder. Ze paas dat ze Sinterklaas zijn. En hij had een stetson op uw, toen staat een cowboy. Voilà. Ik, ma, ga, e, a, m, wilder, ongs, gulder, ulder, Zulder, Ulder, Ukulder. Maar leert dan niet van buiten, hè? Al doende, al horende, leert men. Woordenschat, comma, tweede deel van de les. Nu wordt serieus. Frik Nering was een Vlaamse toneelregisseur, journalist, acteur en schrijver. Hij riep zichzelf jaren geleden uit tot professor Gaans en ging ook in die functie Gaans lesgeven. Onder meer tijdens de Gaanse feesten, daar waren vernomelijke conferences over de Gaanse woordenschat. Eind 2019 overleed Freek en nam Peter van Halter die functie over. De laatste paar jaar publiceerde professor Gaans Peter van Halter geïllustreerde lijstjes met zuiver Gaanse woorden in de gazette De Gentenaar. En dat was zo'n beetje in het verlengde van de conferences van Freek Nering. Ik gebruik die prentjes van de professor Gaans, die elk een eigen thema aan, voor een woordenschat voor dagelijks gebruik. Ik zeg dus altijd weer eerst, alleen altijd, het woord in burgergens, algemeen Nederlands, met Gentse klank, maar ook bruikbaar in de Gentse conversatie, dat burgergens. En dan in het zogenaamde fabriekgens, het echt Gaans woord, voor de wat gevorderde Gaans sprekende. Ik geef een voorbeeld. Tegen Witluf zegt een nieuwe Gentenaar sakrakruid. Maar in de groenste winkel in Gent kunnen ze wel nog Witluf als nog sakrakruid vragen. Tenminste, als de groenselboer de geboren Gent neerneemt. Maar Bayram op de vrijdagsmarkt, die kent dat ook, sakrakruid. Eerste prentje van professor Gens, thema op school. De kleuterleidster werkt in de kleuterschool, wordt
de Freubeljane en de Freubelscholen. Ze zeggen nu kokscholken, maar dat mag niet in de gazette staan. Dres, de schoolmeester en de school Iver. In de kleine scholkes geeft Duk gymnastiek. Dat is turnen. Wie zijn huiswerk voorbereidt in zijn kladschrift, die mag zijn devoir iest in zijn brouillon. Van het Frans, hè? Devoir en brouillon. Carnassière, dat is boekentassen. Wie niet te veel spijbelt, is geen pluimsteker. En je krijgt op de proclamoise een schoene bulletin. Een mooi rapport op de prijsuitreiking. Dat waren de typisch Gentse woorden in het thema school. En nu een paar woordjes uit de wereld van het turnen, van de sport. Tweede prentje, cultuurfysiek. De coureur komt naar de départ, de start. En dat is meestal ook de arrivée. Start en aankomst onder hetzelfde doek. Sommige soigneurs, dat zijn de verzorgers, verkopen ook vitessepil. Dat is doping. Een bokser is een bokser. En een worstelaar is een luter. En schaatsen in het Gents is schoverdaan. Die prentjes vinden allemaal op de Facebookpagina van professor Gens Peter van Halter. In twee woorden en met AE. Toen mijn opa zei, er bestaat geen cursus Gens, heeft hij in feite een beetje gelogen. In 2004 heeft Eddy Levies, president van de Gentse Sociëteit, een boek uitgebracht. Het Gents spant de kroon. Leer Gents in 125 dagen. In dat boek lees je Gentse woorden en uitdrukkingen die in het algemeen Nederlands niet bestaan of ongebruikelijk zijn. Dat stond eerst in de krant De Gentenaar in 125 afleveringen en daar hebben ze een boekje van gemaakt. Je kunt dat boek niet meer kopen, het is uitverkocht. Maar het staat wel in de bibliotheek De Krook. Maar dat is natuurlijk geschreven Gents, niet gesproken. Mijn opa leest daar elk lesje een beetje uit voor. Een bad van typische Gentse woorden en gezegden. Voor de gevorderden natuurlijk voorgelezen met toestemming van de auteur Eddy Levies. Woorden die beginnen met een B. Bezippen. Sama bezipt. Dat betekent iemand voorspellen of misschien toewensen dat iets slecht of verkeerd zal aflopen. Vooral bij sport en spel. Het gof van huis niet, ik heb het maar bezeept. Komt van wat door de zippen of zigeuners of waarzeggers op jaarmarkten en kermissen voorzegd of voorspeld werd. Een zippe, dat komt van het Frans, Egyptien, of van het Engels, Gypsy en Egyptian. Ik ben bezipt, dat was zeggen nieuwsgierig, ben bezipt voor te weten wat weer dat morgen goed zijn. En die kleine is altijd maar bezipt voor in de kassen te snuisteren. Hier is bezippen benieuwd of nieuwsgierig zijn, ook. Het is alsof het zo moest zijn, zo voorbestemd is. Well. Ja. Nog een woord met een be. Blaffeturen. Hij stoort achter de blaffeturen. Dat wil zeggen, hij heeft schulden.
wie op krediet kocht. Daarvan werden de schulden op de binnenzijde van de luiken van de verkoopstal geschreven. Achter de blaffeteuren schraven is op de rekening bijschrijven. De blaffeteuren inhangen wil zeggen een handel stopzetten. Zantung sloop blaffeteuren. Hij is dronken of spreekt als een dronkaard. Nog? Hij achter de blaffeteuren stond of? Zijn maar dat blaffeteuren. Hij heeft grote ogen. Blaffeteuren komt in feite van plat de venture. Luik blind. Gedefinieerd als horizontale of verticale raamsluiting van vensteropening, zowel binnen als buiten, of zoals bij oude frietkoten en de pijnsuisjes aan het vlieshuis. De wever zou zeggen in het Latijn: Unam fenestram dictam blafteuren. Maar dat komt in feite letterlijk uit een schepenakte van Brussel van het jaar 1447. Dus zolang zijn er zeker al blafteurs. Derde deel. Uw huiswerk. Een paar luisteroefeningen. Op de website van de strootschenders, straatschenders.be, vinden hoe ze klikt op vertelsertjes. Een hele serie vertelsertjes in het Gaans van de Brugse Buurte. Het Gaans dat mijn grootmoeder sprak. Dat is de eerste, en voor zover dat ik weet de enige podcastserie die in het Gaans is gemokt. Ik heb het al gezegd, hè. Gaans is een spreektol die geleerd door er nog te luisteren. Klikt maar in de vertelsertjes in seizoen 1 op de nieuwste podcast over Darwin. Dat is een YouTube-versie met beeldjes. Of je gooit er nog toe via een podcast-app om te luisteren. En klik in de website van de strootschenders op de link naar het Word-document. Als je dat nu de hebt. Waar dat een vertolking vindt van de vertelsertje in een soort vloms dat wat dichter bij het algemene Nederlands stoot. Dat duurde 7 minuten. Gooit je goed af? Oké. En doet het geren? Ah, doet het snel een keer, hè? Zolang dat je maar amuseert. En tot het moment dat het de vertoling niet meer nodig heeft. Voilà. Dat was het voor de eerste les. Maar als je huiswerk hebt gemokt, of als je een keer iets anders wilt uren dan mijn stemmen, gooi toen eens naar YouTube en typt vuile klap. Vuile klap, die een mens van de vuilkeer met zijn moustache, Jan Homo Touristicus Matthijs, de diene spreekt Gaans. De andere, Stefan de Winter, spreekt een dialect van ergens tussen Denderleeuw en Nienhoven. En dat zijn filmpjes met onderschriften. Doe maar een keer afleveringen 1 en 2. Plezant oefenmateriaal. En wil je zelf een keer proberen Gaans te spreken? Zing toen eens een keer mee met het liedje van achter dat vertelsertje van over Darwin komt. Het liedje De Lobby. Je vindt de Gaanse tekst van dat liedje ook op de website van de strootschenders in het Gaans tekstboekje. Voilà. Tot in les 2. Maar dan moet je gewoon concentreren op de Gaanse klanken. Ze kampen bumper bum
Inderdaad, dat goed razen. Ze kappen bos per bos. In dat bos stapt in de buurt. Voor bioelektriek. In vergroene struim bewazen. Ze kappen bos per bos. Maar wie heeft er dat beslist? Democratie. Niet de loop. Democratie. Niet de loop. Democratie. Niet de loop. Juist hetzelfde, het mocht wel geen verschil. Angie schept altijd het goud. Ze doen al wat ze wil. En er is niemand die ontsnapt. En uit de geil de jodiumpil. Wie heeft er ons dat gelapt? Democratie. Niet de lobby. Democratie. Niet de lobby. Gemanipuleerd, patatten gedegenereerd, medico is gepatenteerd en het tonijn is gedecimeerd. Valse meetingen worden gefabriceerd en de Grieken zijn gekoeioneerd. De Grieken worden vermassacreerd. Wie heeft er dag georganiseerd? Democratie! Niet de lobby. Democratie! Niet de lobby. Justitie gelobbymeerd, fiscaliteit gelobboteerd, in de farmacie is gelobbyfeerd. Filantropie is gelobbyreerd, in de industrie is gelobbytoneerd, in de lobbyisten worden getolereerd, wie heeft er dag georchestreerd?